Frodo, ik wil botox. Maar ik ben een beetje bang voor het verslavingseffect wat ik wel eens hoor als mensen een totaal ontspannen gezicht hebben, dat dat zo lekker is. Dat klopt. Het is echt heel fijn om botox te doen. Een van de redenen is dus dat je zoveel meer ontspanning ervaart. Dus de meeste mensen die beginnen met botox, omdat ze last hebben van lijntjes en dat ze het niet mooi vinden. En op een gegeven moment ervaar je van, hey, hoe fijn is het dat je gewoon niet meer boos kan kijken. En wat veel mensen niet weten is, op het moment dat je niet meer boos kan kijken, dat je dan ook daadwerkelijk beter voelt. Dat is een soort van omgekeerde pad. Dus op het moment dat je niet kan fronsen, voel je jezelf ook letterlijk vrolijker. En op die manier wordt botox ook als therapie gebruikt om jezelf beter te voelen. En specifiek voor de frons. En dan kan je afvragen, wat is daar mis mee? Want op het moment dat je gewoon beter voelt met wat botox in je frons, waarom niet? En dat verslaven is gewoon het feit dat mensen het fijn vinden. En iets wat fijn is, neig je te willen herhalen.